Verras je ouders of grootouders met de leukste agenda voor oma's en opa's. Een superleuk en praktisch cadeau voor trotse grootouders. Bestel nu via leuksteagenda.nl. Ik vond dat we eigenlijk de eerste 10 minuten goed aan de wedstrijd beginnen. En goed druk op krijgen en dat ze moeite hebben om te voetballen. En dat we zelf een aantal momenten krijgen. Ja, en daarna doen we de fase heel slecht. Dus daar houden we ons niet aan de afspraken hoe we graag samen willen verdedigen. En daar komen ook de kansen van Ajax uit in het begin. Dus na de wissels krijgen we eigenlijk weer wat grip terug. En ik moet zeggen, we maken ook een goede goal, maken we de 1-1. Ja, in de tweede helft hebben we er echt alles aan gedaan om deze wedstrijd te winnen. 90 minuten of 45 minuten lang druk vooruitgegeven. Hoog druk gegeven, 45 minuten lang. En dan zit je eigenlijk te wachten op de 2-1. Natuurlijk komen ze er ook een aantal keren wel doorheen, hè, want Ajax kan gewoon goed voetballen. Alleen ja, we hebben natuurlijk grote kansen gehad met Joey, met Opoku, met Milan om uiteindelijk zelf de 2-1 te maken. En dan is het wel heel zuur dat je met een eigen spelervatting in een omschakelmoment komt dat je niet goed staat. En ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk. Nou, exact, je benoemt al inderdaad de kansen naar rust. Is dat dan toch wederom een harde les? Ja, uiteindelijk wel. Want je hebt de momenten en de kansen om uiteindelijk zelf de 2-1 te maken. Ja, daar moet je er gewoon één van binnen schieten. En dan heb ik het niet eens op de momenten dat we hartstikke goed doorkomen, ook de tweede helft. En dat we te laat beslissen om een bal voor de goal langs te spelen. Zoals wij de eerste goal maken. Ja, dat zijn de tweede helft nog 4, 5, 6, misschien wel 7 momenten geweest dat je daardoor grote kansen kan creëren. En dan creëer je opeens 10, 11 kansen in één helft, wat we heel vaak doen. Ja, daar zijn we te laat met beslissen, waardoor je Ajax eigenlijk in leven houdt. En ja, wat ik zeg, ik zat echt te wachten op de 2-1 voor ons op dat moment. Ja, en dan met een eigen spelervatting schiet je zelf weer je voet. Ja, verwijt je je ploeg ook iets? Want inderdaad, die 2-1, daar gaat de fout aan vooraf. Ja, verwijt er niet, want ik weet dat zij er alles aan doen. En dat doen ze echt iedere dag en nu vandaag ook weer, hè, want het was een zwaar veld. Ze hebben echt 90 minuten of 95 minuten lang vol gas gegeven en druk gegeven. En dan gaat niet alles goed. Maar als het gaat om momenten van kwaliteit of een verkeerde keuze, ja, weet je, dat is ook voetbal. Hè? Dus daar doen de jongens alles aan. Alleen ja, het is wel een verkeerde keuze die afgestraft wordt. En ik denk dat ze zichzelf dat natuurlijk uiteraard wel verwijten. Maar ja, weet je, uiteraard mag het niet gebeuren en dat weten ze zelf ook. En dat is hetzelfde op het moment dat je zo'n kans mist. Maar weet je, het is niks uit onwil. Uiteindelijk is het kwaliteit brengen op een bepaald moment. En daar hebben we een aantal momenten laten liggen. Ja, was je eigenlijk, als je geen coronageval had, met Fortes begonnen op het middenveld? Want toen kreeg je controle. Ja, dat is niet zo relevant nu. Ja, maar was dat het geval geweest? Nee, of niet? Maar ja, dat heeft nu geen zin om daarover te praten. Want ja, dan moet ik iets zeggen over andere spelers wel of niet. Dat ga ik niet doen. Ik hoorde je zojuist zeggen, dat heeft te maken met kwaliteit. Schiet er dan ook door jouw hoofd, had ik maar een spits die doelpunten maakt? Nee, op dat moment niet. Dat zit maar nu? Maar nu ook niet. Het zit er gewoon, je moet daar gewoon zelf hogere kwaliteit leveren als speler op dat moment in die situatie. Dus ik heb het niet over algehele kwaliteit in totaal, maar gewoon omdat je, wat ik zeg, we krijgen die kansen. En of ze nou 1-1 met de keeper zijn of niet, dan moet je de rust bewaren om toch die bal binnen te schieten. Zoals we dat vorige week tegen Dordrecht de tweede helft wel doen. Dus ja, deze jongens die kunnen dat echt wel. Alleen ja, je moet het uiteindelijk op dat moment kunnen brengen. Ja, maar dat zul je ook zien. Ploegen die wel boven je staan en nu dus uitlopen, die hebben zo'n spits wel. Ja, dat klopt. Die zitten in een fase die misschien soms wel minder voetballen dan wij. Maar uiteindelijk wel beslissende momenten wedstrijd beslissen. Ja, dat is wel voetbal. Hoe kijk je daar eigenlijk naar dan inderdaad? Want je haakt voorlopig wat af. Je zit een beetje in die achtervolgingsgroep. Wat doet dat met jou, met de Graafschap? Niets. Wij zijn gewoon iedere dag bezig met beter worden in hetgene wat we willen doen. En daar moet je ook wedstrijden voor winnen. Ja, en dat hebben we deze wedstrijd niet gedaan. En nogmaals, daar zijn we heel erg teleurgesteld over. Maar ik kan mijn groep niks verwijten in hoe hard zij iedere dag werken om beter te worden. En wat ze in de wedstrijd proberen te brengen. En daar doen ze alles aan. En uiteraard gaan er ook dingen in mis. Hè. Het is niet voor niks dat al die ploegen nog dicht bij elkaar staan. Ja, en de ranglijst uiteindelijk, ja, tuurlijk willen we daar tussenin staan en dichterbij staan dan dat we nu staan. Hè. Dus die teleurstelling is er zeker. Alleen uiteindelijk hebben we daar een heel seizoen voor. Positief punt dan nog om mee af te sluiten. Volgens mij heb je halverwege de tweede helft meer een deel van jouw basis uit echte Achterhoekers bestaan. Voorop al helemaal, jeugdspelers. Ja. Achterop natuurlijk ook. Er hebben een hoop jongens ingestaan, dus dat is hartstikke mooi voor de jongens zelf met name. En uiteindelijk verdienen zij dat ook zelf. Dus die laten iedere dag zien dat ze eraan komen en dat ze dichtbij zitten. En de een heeft het beter gedaan dan de andere, uiteraard in de manier hoe we dat vandaag hebben gedaan. Maar ja, dat is ook hoe deze selectie in elkaar zit, dus dat is mooi voor de jongens.